Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo, Enzo Knol wou ik zeggen. Ik ben niet Enzo Knol, mijn naam is Jesse Schaling. Oké, wacht. We gaan het eventjes... Ja, daar heb je gelijk in. We gaan eventjes helemaal opnieuw beginnen. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jesse Schaling en we zijn vandaag lekker bezig geweest met de paarden de hele dag. Hoefsmid was er, dus ja, het was eventjes een hectische dag, dus ja. En nu zijn we lekker de stalletjes even lekker aan het opstrooien, dat kun je hier ook zien. Een vrouwwagen met stro, lekker uitschudden. En ik ben hier niet alleen namelijk op dit moment, want mijn zusje die staat daarachter, lekker te gieren en te kloten. Dus ja, het kan af en toe een beetje storend zijn, maar ja. Maakt niet uit. Maar zoals ik net al zei in het begin van deze video, we zijn vandaag lekker bezig geweest met de hoefsmid. Dat was wel grappig, want we waren met twee man, waren ze er. Normaal gesproken is er altijd één hoefsmid, maar nu waren ze dus met twee. En er was ook een leuk klein groot hondje mee, zeg maar. Is het nou een klein of een groot hond? Een leuk klein hondje, zei ik. Gewoon een lekker leuk klein hondje. Een klein hondje. Een klein hondje. En die was wel een beetje aan het spelen in de auto. Maar zodra dat je bij die auto kwam, ging je zo voor je zijn. Dat was wel grappig om te zien ook. Dus dus wij op een gegeven moment wij lekker bezig met die hengst te bekappen en zo en te snijden. Nee, dat klinkt wel een beetje raar. Gewoon, laat ik het zo zeggen, gewoon bekappen. Beetje de hoeven is een beetje mooi maken. Afmaken en zo. Worden we deze. Bleek het zo te wezen dat mijn moeder naar buiten kwam met onze eigen hond. Nou ja, dat soort grote loebas. Duitse staande. En die werd in zijn been gegrepen. Dus nu loopt hij met één pootje een beetje mank. Maar ja, na een tijdje gewoon weer binnen zitten gaat het wel weer. Maar ja, daarvoor heb ik er ook niet mee gezeten. Daar is er namelijk een beetje aan de scheiterij, om het nou zo te zeggen. Dus het zit hem allemaal niet mee. Oh ja. En morgen natuurlijk komt er op 4 uur ook weer een nieuwe vlog online, probeer ik tenminste. Dus daar gaan we gewoon weer lekker aan de gang. De leerwerkbedrijf, de Polder. Vakantiepark de Krim. Ja, en zo vakantiepark de Krim, ja natuurlijk. Niet te vergeten. Heel leuk parkje ook, om het zo te zeggen. Of parkje, park. Een heel leuk park, een fantastisch mooi park! Je kan er lekker bowlen, slapen en eten ook. Wat ook nog wel leuk is om te vertellen, ze hebben zelfs een kinderboerderij en een hele grote evenementenhal. Waar ook allemaal evenementjes gehouden. En ja, hoe heet die andere twee nou ook weer, wat ook wel eens in het evenementenpark komt? Joris Jutter en Jet Visnap en Siso de Zeehond. Ja, dus mocht je dat ook een keer willen zien, ga dan gewoon een keertje naar het gaar stageplek vakantiepark De Krim. Stageplek, je kan daar ook gewoon, boeken via www.dekrim.nl. Hoe weet je uit dat uit je hoofd? Zullen we reizen even een dikke shout-out naar de Krim. En dan Het is niet dat ik dit zou zeggen, maar toch is het zo. Ja, het is een heel mooi park. Absoluut. En buurman en buurman zijn er ook geweest. Ja, buurman en buurman zijn er ook geweest. Ja, dat is voor de ogen dat ik dat gekregen. Want ik ben namelijk helemaal gek van buurman en buurman natuurlijk. En zo zit een beetje knolpower, de knolpower 50-50 broek, de knolpower t-shirt, de knolpower armbandjes en nog veel meer hoor, nog veel meer. En ik moet dat van Ajax.
ja, ik ga nou eventjes geen reclame maken voor de concurrent, maar wel een dikke shout-out naar Enzo Knol. Want ja, met alle leuke spullen wat hij allemaal heeft staan op de website. En er is toevallig ook vandaag mijn benzinepomp binnengekomen. Van mijn kat. Dus die ga ik er binnenkort gewoon weer lekker opzetten. Dan ga ik weer lekker rondjes vloeren met de kat. Nadat ik klaar ben met de stalletjes. En 11 en 12 september dan rijd ik natuurlijk weer in Emmen. Dus mocht je daar ook willen gaan kijken, kom dan naar Pottendijk in Emmen. We hebben een meet and greet met Jesse. Nou, we gaan geen meet and greet doen, maar gewoon lekker om te kijken. Mocht je het nou een leuke video vinden, doe dan eventjes een blauwe duimpje omhoog. En laat een reactie achter. Vind ik ook altijd leuk. En dan zeg ik bij deze dikke, vette peace. Tot morgen om 4 uur weer een gloednieuwe vlog.